Districtscommissaris van Kommerwijnen Rajab Mohamed Safiq zegt dat er een duurzame oplossing moet komen voor de dambreuk in Meerzorg. Afgelopen zaterdag zijn de huizen van een aantal bewoners van dit gebied tijdens een springvloed onder water gelopen door een beschadiging aan de bestaande dam. De burgervader zegt in een gesprek met onze nieuwsdienst dat de dam op 6 plekken een breuk heeft opgelopen. We hebben 6 rapportages gehad waarbij dambreuken waren. We hebben het dus allemaal aangepakt, maar het is niet zo professioneel hoe het moet. Dus ik zal de autoriteiten vragen op long term dat er een duurzame dambewering komt. En op Nieuw-Amsterdam, een deel van Nieuw-Amsterdam, daar een Montresor, dat die wel een grote dijk moet komen. Wat wij hebben gedaan op dit moment is zeker voor een jaar of twee, kan je zeggen, garantie. Maar ik bedoel van een duurzame dijk, die moet er wel komen. DC Mohamed Safiq haalt verder aan dat er een projectvoorstel zal worden ingediend bij de regering om tot een duurzame oplossing te komen. Hij zegt dat enkele plantages in het district zullen meehelpen aan het opkrikken van de dam. Ik heb gisteren gesprekken gehad met 4 plantages, dat is Katwijk, Wedezorg, Spierenzoek en Welgelegen. Ik heb met die mensen gesproken. Die kant zijn de 4 plantages die nog actief zijn in het district. Zij gaan dan op zich nemen om die dijk zelf op te werpen. Alleen moeten mij ondersteuning geven dat bijvoorbeeld zand bij moet komen en eventueel schrebel, een grader desnoods. Maar het is zelf werkzaamheid geboden daar. Dus ik heb die mensen zover kunnen krijgen dat de plantage-eigenaren ook hun inbreng zullen hebben. DC Rajab Mohamed Safiq van Kommerwijnen. Hij zegt dat met behulp van donateurs uit het district bepaalde knelpunten worden aangepakt.